Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij What the Crew 2. En zoals je misschien al gelijk hoort, ik ben een beetje hees. Let er niet op, maar dan weet je dat tenminste. Ik heb geen zware check gerookt. nee, maar we zijn vandaag weer terug met What the Crew 2. En zoals jullie misschien ook wel gemerkt hebben, heb ik afgelopen week geen The Crew geüpload. En dat was tijdens de live summit voor de Bugatti Divo. En dat heb ik allemaal met een reden gedaan. Omdat er letterlijk geen kans was dat ik ook maar iets zou kunnen halen in die live summit. Want ik heb het geprobeerd te streamen en na 5 minuten kwam ik er eigenlijk wel achter. Ten eerste moest ik een hoop auto's kopen die ik niet had. Dus ze kosten bakken met geld dat ik ook al niet had. En ten tweede was ik gewoon echt veel te laag level. Dus het was compleet zinloos. Dus vandaar dat ik afgelopen week niet heb gespeeld. Maar we gaan vandaag gewoon weer spelen. Misschien niet tussen de live summit, maar gewoon met andere dingen. We zullen even kijken wat er bij de live summit zit, want dat weet ik eigenlijk niet. En we kijken wat we gaan doen. Komt wel goed. Het regent tenminste al, dus dat is weer een prachtig begin. Het is wel een vette bak, by the way. Het is wel een vette Porsche. Wel een van de mindere, persoonlijk. Ik heb er een beetje een mislukte GT3 van gemaakt. Maar... not bad, not bad. Ah, goddammit. One day remaining. Zoals jullie weten is momenteel de Divo ook in de aanbieding. Dat zou perfect zijn voor ons. Ik weet niet voor hoeveel hij nou te koop staat voor... waarom? Dat is een summit reward. Waarom zie ik hier geen aanbieding? Of die staat hier niet bij natuurlijk. Die staat bij dat andere ding. Dit is dus die auto die we eigenlijk wilden halen. En ik dacht eigenlijk dat de summit al afgelopen is. Maar die is dus nog niet afgelopen? Oh. Hij is al sick. Hij is vet. Hij is vet. En dan zal hier die... die aanbieding wel zijn. Die promo. One day left. Nee. Wait, what? We gaan even kijken welke summit er momenteel gaande is. Want volgens mij is dit een nieuwe, toch? Ja, American. Ja, dit is wel een nieuwe summit. Dit is van de vorige keer. Wij zijn in brons geëindigd. Dus pats, boom, 400.000 volgers erbij. Dat is lekker. Ging het nog zo snel op YouTube. Maar ja, die auto hebben we dus niet gehaald. Maar hij staat er dus nog wel bij. Wat ik raar vond. Oeh. Die Ford Mustang Rally ziet er op zich wel cool uit. Rally Cross Edition. Dan heb ik een Ferrari F12 TDF. Ik weet niet of er al een TDF in zat trouwens. Er zit wel een F12 in, maar dat is maar een Berlinetta. Maar ja, dit is dus voor deze week. En dan kunnen we de Camaro SS Drag Race Edition winnen. Boeit me niet zo erg veel, dus we gaan er ook niet echt voor grind. Ik wil heel even nou naar buiten gaan. Om te kijken wat er dus bij die Magma Edition staat. Want het is een Summit Reward. Alleen de Summit is afgelopen. Dus hoe kom ik dan aan het ding? Kan ik die met cash ook kopen? Nee, Summit Reward. Waarom sta jij hier nog? Waarom? Play the Live Summit. De Live Summit is afgelopen. I don't get it. I don't get it. Oké, okay? Ik ben waarschijnlijk dom. I don't get it. Oké, okay, we gaan eens even deelnemen aan dit Live Summit. We zien wel wat we kunnen doen. We moeten zo meteen ook even kijken hoe het zit met ons icon level. Want we zijn natuurlijk weer level up gegaan. Dus we hebben volgens mij weer een nieuwe auto unlocked. Maar dan gaan we zo meteen kijken. We kunnen deze doen. Met de Camaro, de Street Race. En we kunnen Demolition Derby doen. Dat is altijd leuk. We gaan sowieso die Demolition Derby doen. We beginnen eerst met een Street Race in de sneeuw. En ja. Even kijken, met de Camaro ZL1. Oké, okay, we zijn zo'n 80 levels te laag, heb ik net gezien. Of 79 om precies te zijn. We zijn level 201 van de 280. Ik ben benieuwd of dit te doen is. Nee. You're gonna win this easy peasy lemon, hell no. Hell no. Nou, ik neem hem weer terug. Ja, easy peasy lemon squeezy. Hoezo zijn zij zo traag? Ik ben, zoals ik net al zei, bijna 80 levels te laag. Oh, ik heb ook nog NOS. Dat vergeet ik ook altijd. Dat is een beetje lastig, want ik speel al meerdere games. En momenteel dus best wel veel GTA weer. Dan heb je geen NOS. Dus als ik dan deze game weer speel, dan heb ik wel weer NOS. En dat blijf ik keer op keer vergeten. En moet die naar links. Want ik kan me herinneren dat we daar een keer op de treinrails gesprongen zijn. En toen vast zaten ofzo. Ik kan me daar nog iets van herinneren. Ik ken deze baan. Het valt me eigenlijk nog wel mee dat we de vorige keer nog in brons zijn geëindigd. Want dan krijgen we toch nog die 400.000 fans, wat heel erg nice was. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel punten je precies nodig had om daadwerkelijk in Platinum te komen. Gewoon een beetje om te vergelijken met wat ik had. En dat ik had sowieso heel erg weinig punten, omdat ik gewoon 9 van de 10 events niet kon doen. Omdat ik daar de auto's niet voor had. Maar volgens mij had je echt
insane veel punten nodig. Want iedereen die ook maar een klein beetje de crew speelt, die zou daarvoor gaan grinden. Nou, ik kon er mijn moeite niet voor doen. Maar ik ben er vrij zeker van dat veel mensen de game afgelopen week gespeeld hebben. Oh, dit is volgens mij ook een lap race, of niet? Ja, dit is een lap race. Dus we zijn weer terug op ronde nummer 2. Nou, we zijn nog steeds aan de leiding. Ik weet niet, ja, 4 seconden, maar 4,5 seconden rijden we nou voor. Heb je daar ook die ramp nog? Ja, als we deze ramp goed doen, dan zitten we nog een pakje. Het kan zijn dat we hier heel erg fouten maken en dan is alles verdoemd. Dus ik spring expres zo ver mogelijk naar links. Ik weet, je is een deel op dat treinspoor kan rijden, maar die risico's neem ik niet. Je moet zo meteen eens even letten op mijn auto. Nou zie je dus dat hij onder de sneeuw zit, hè. En waarschijnlijk is de auto sneeuw weg en dan zit heel de auto ineens onder de modder. Moet je maar zien. Ik weet niet of we dat nou te zien krijgen, aangezien we bezig zijn met een live summit. Volgens mij gaan we dan weer terug. Maar dat is altijd wel een grappig iets in deze game. Zodra dat die sneeuw weg is, dan verandert de sneeuw in modder. Kijken of we dat hier ook krijgen. New record! Ja, dat klopt, ja. Dat is de eerste keer dat ik hem deed. Toch 70.000 points. En we krijgen het niet te zien. We gaan terug naar de summit. God damn it. Dat is altijd een dingetje. Moet je maar eens opletten. Je kan dan ook in fotomodus gaan. Volgens mij krijg je dan ook modder. Maar ja, zoals je hier dus ook al ziet, in de meeste events kan ik wederom niet doen. Wat ik raar vind is dat we dit niet kunnen doen, die Ford Drift Race. Aangezien ik wel een Mustang heb. En een Mustang is een Ford. Dus dat vind ik raar, maar oké. Oké, we gaan rijden met de Rattlesnake, zo heet deze auto. Ik weet niet waar die naam van heeft gekregen. Ik zie er op zich wel een beetje een Rattlesnake in, ik weet niet waarom. En dit is geen Demolition Derby. Dit is gewoon een rally, of zeg ik iets geks. Ik denk, we zitten in zo'n arena. We moeten mensen kapotbeuken. Dit is gewoon een parcours. We zijn gewoon een rally aan het doen. Met een Demolition Derby auto die voor geen meter rijdt. Nice. Wel de eerste rijdt, by the way. Maar dit is oprecht een... dit is een rallycrossbaan. Deze hebben wij eerder ooit gedaan. Ik ken deze baan ook. Deze auto is gigantisch lang en slipt behoorlijk weg. Niet echt ideaal voor dit. Oké, dit wordt een beetje een teleurstelling. Ik had echt gehoopt op een leuke Demolition Derby. Dit is geen Demolition Derby. Ik vind het echt bijzonder dat ik trouwens eerst rijd. Want ik geef amper gas. Ik laat iedere keer mijn gas los, omdat ik gewoon voel dat hij wegglijdt. Het is net alsof ik op ijs rijd. Ik rijd zo casual. Nou, we hebben volgens mij 4 laps, dat is behoorlijk. We zitten nu op 50%. Of is dit... Kan ik tellen? Het grappigste van alles is... Kijk die auto's achter mij. Dat zijn geen van alle Demolition Derby auto's. Ik heb echt het idee dat ze echt een fout hebben gemaakt bij deze game. Dat ze prolijk Demolition Derby als ding hebben gedaan. En het is een rallycross event. Want waarom zou ik de enige zijn die zo'n auto moet pakken? Come on. Mijn auto valt al bijna van ellende uit elkaar zoals je hoort. De bumper zit al los. Maar dit is in ieder geval de laatste lap. Nou ja, heel erg leuk. We gaan zo meteen stoppen met de summit. En dan gaan we wat interessante races doen. Want dit heb ik al gezien. Daar is de finish. Hard, flat. Kijk tenminste weer op puntjes. Dat is nice. Volgens mij krijg je ook nog steeds wel geld voor dit soort events. Het is niet superveel. Maar het is wel iets. En uiteindelijk helpt het ons wel... bij onze Road to Bugatti Devo. Want die doen we nog steeds. We proberen nog steeds die auto te unlocken. Het zal alleen maar lang duren. En waarschijnlijk gaan we het nooit halen. Maar hey. Dan zijn we tenminste ergens voor aan het sparen. Foto op nearby. Open tent. Hey, en we zijn icon level up. Open tent. Wat houdt dat in? Take a photo of a Demolition Derby car without roof. Ja, sorry. Ik heb een dak. Ik kan het er ook niet afzagen of zo. Dat is spijtig. Decline. Ik zou het graag doen, maar dit is de enige die ik heb volgens mij. Oh. Wow. Het is een andere baan. Dit is een andere... Dit is niet de baan die we net reden. Deze had ik liever gehad. Nou ja. We gaan even kijken op de map. Kijken wat we allemaal te doen hebben. Waarschijnlijk dat we hier ook iets kunnen doen. Klopt dat? We kunnen rallycross doen. Ja, ik ga letterlijk niet nog een rallycross doen op exact dezelfde baan. Het spijt me. Niet heel erg veel zin in. We hebben een speed trap. Motocross. We kunnen voor motocross gaan. Downhill from here. Dat klinkt wel lachen. Klein beetje klaar level. Maar het gaat downhill.
Het gaat downhill. En wij zijn al wat aangekomen in de afgelopen maanden. Dus ik denk dat we wat zwaarder zijn. Dus we gaan snel weer naar beneden. En dat een goed idee is. We praat ik ook, jongen. God damn it. Is het zinloos? Waarschijnlijk. Toch gaan we het proberen. Hatsflats. Oké, okay, is dit een time attack? Ben ik in mijn eentje of zijn er ook andere mensen? Dit is een time attack. Of een... Oh, nee, daar... Oh, mijn zoon checkt dit. Oké. Ik weet niet wat de beste route is. Dus dat helpt ook niet echt. Naast het feit dat ik gewoon veel te traag ben. Maar we zien wel. Ik blijf gewoon continu mijn nos een beetje uitpoepen. Niet dat het heel veel doet. En het is wel fijn dat ik weet waar ik heen moet. Not. Je ziet nooit waar je volgende checkpoint is. Heel erg irritant. Ik weet nou niet of ik klein naar links of rechts moet sturen. Come on, it's all downhill from je pakt here. Een checkpoint en vervolgens is het maar gewoon een raadsel waar je heen moet. Waarom moet ik zeggen dat we momenteel nog aan leiding zijn? Dus daar valt niks tegen. Maar we zitten ook pas op de helft, dus... Het kan snel fout gaan. Pas op hier voor die boomstronken. Jesus. Ah, what the fuck? Wat gebeurt er? Ik stuurde minimaal, man. Ineens ging mijn motor als een malle naar rechts. Ja, dat is bullshit. Come on. Ik ben skemaas. Dat was raar, kijk. Ik raakte amper met mijn stuur aan. En ineens ging hij vol naar rechts. Dan moet ik blijven naar links. Ik wilde naar rechts gaan, maar die bordjes zeiden links. Godsamme. Oké, okay, het ging goed. Het is nou allemaal verpest. Dat is wel even wennen, man. Die motoren die sturen zo gigantisch scherp, wat logisch is. Maar, echt, ik zweer het, ik raakte net letterlijk het stuur niet aan. Ik raakte het niet aan en de game zei, get fucked, oké. Okay. Jij gaat naar rechts. Nee, er zit niks meer in. Dit is allemaal gewoon vol gas gaan. Maar we zijn hier gewoon te traag voor. Ik weet niet of wij kans hadden als wij daadwerkelijk niet gefaald waren daar. Want op den duur komt er mij voorbij omdat hij gewoon veel sneller is. Dus ik denk dat het uiteindelijk nog vrij zinloos was geweest. Maar het feit dat ik faal, dat maakt het natuurlijk nog wel even een tikkeltje erger. Maar ja, nogmaals. We zijn 26 van 60, hè. Ik heb hier een interessant race gevonden. Dit is Going to Vegas. En we gaan ook naar Vegas. En dit is een hypercar race. Volgens mij best wel een flinke afstand. Het is helaas wel weer op normal difficulty. Maar ja, kan ik niks te doen. Maar ik denk dat we deze even gaan doen. Het record zit op 3 minuten. Dus heel erg lang is hij dus helemaal niet. Ah. Ik denk echt, dit wordt een race van een half uur of zo. Dus misschien dat we hierna nog 1 race doen. En dat we dan stoppen. Want ik heb het idee dat ik mijn video's echt veel te lang maak tegenwoordig. Elke video wordt telkens maar langer en langer en langer. En op zich is dat geen probleem. Maar ik weet dat jullie ze niet afkijken. Dus is een beetje zinloos. Mijn watchtime of video's zit volgens mij zo op zo'n 7 minuten. En ik maak video's van 30. Daar moeten we even iets aan veranderen. Ik denk dat we voor de Regera gaan. Dit is volgens mij een hele lange soort van sprintweg. Zeg maar lange rechte stukken. En ik vind het wel een lelijk design, by the way. Maar deze auto is goed voor topspeed. Dacht ik. Niet zo erg goed voor veel bochten. Volgens mij was je daar heel erg slecht in. Maar we gaan het zien. De Almighty Regera. Oh, Jesus. Flinke start. Ik ben benieuwd of ze bij deze game ooit Tesla's gaan toevoegen. Want bij Forza hebben ze ze weggehaald. Want in Forza Horizon 3 zat wel een Tesla en een 4 dus niet. Hier hebben ze tot op heden nog niet gezien, maar... Ik wil wat Tesla's in games, jongens. We gaan een petitie tekenen. En dit ding is snel. Die krijgen we steeds zonder nos. Op naar de 400. Ja, 400. Volgens mij is 400 wel een beetje de max. Dus hij is niet zo snel als de Agera. Nou, dat ik dat zeg. Waar is deze auto überhaupt goed in? Want hij is traag met accelereren. Hij heeft niet de hoogste topspeed. Hij heeft een snelle launch, I guess. I don't know. Volgens mij is dat zo'n beetje het enige. We gaan even naar cockpit view. Yep. Kijken hoe dat... Ja, oh, Jesus. Ik zag de weg niet. Dit is wel echt een ziekelijke ervaring. Blijf vet. Klopt dat met die dashboard? Ik bedoel, oké, we rijden 350. Dus ik snap dat de teller helemaal onderin staat. Maar moet je kijken. Zelfs bij 120 staat die onderin. Dat klopt niet. Oh, shit. Oké, we gaan weer snel doorrijden. Maar dat is raar. Die teller, die staat al onderin. Dat kan niet kloppen. Wat hebben we hier voor ons? Dat is volgens mij die verschrikkelijk lelijke Lambo. Ik ben zijn naam kwijt. Iguista was dat.
Dat ding vind ik echt verschrikkelijk. Ik had er toen nog... Oh, ah, dat is gedaan. Ik had er toen nog een video over gemaakt. De mensen vonden hem daadwerkelijk mooi. En ik heb geen idee waarom. Ik sta er echt versteld van. Ik vind het een verschrikking om aan te zien. Maar, hey. Iedereen zo zijn eigen smaak, I guess. Ik vind zelf de Sesto Elemento dan echt veel vetter. Die zit weer niet in deze game. Oké, weet je wel? Ik ga weer naar third person. Ik word een beetje claustrofobisch als ik in die cockpit zit. Het is allemaal zo klein, vind ik altijd zo moeilijk om alles te zien. Maar, dit zal geen wereldrecord worden. Maar dit wordt wel een winst, denk ik. Ook al moet ik zeggen dat die Ferrari die eraan komt behoorlijk snel is. Kijk, daar hebben we het al. Las Vegas. Wat is ook weer? Wat zeggen ze altijd? Het is niet de city that never sleeps. Dat is New York. The city where you lose all your money. Ik heb geen idee. Las Vegas. Ik vind het wel vet dat ze al die, die locaties in de map hebben zitten. Dus dan Las Vegas, New York, Miami. En noem het maar op. Alles zit erin. Wat heel erg tof is. Alleen, het heeft net iets te weinig detail. Dat is een beetje het probleem wat ik met deze game heb. Het moet nog net een klein beetje een finishing touch hebben. En dat missen ze. Maar ja, dat is ook moeilijk met een map die zo gigantisch groot is. We rijden inmiddels al bijna 10 seconden voor. Dus ik ga er niet vanuit dat iemand mij hier nog voorbij zou komen. Dus dit is de eindsprint. Maar deze race was echt een stuk korter dan ik dacht. Op de map leek het echt een race van een half uur. Ik ben benieuwd naar die woning Koenigsegg, de Jesko. Volgens mij is het echt een beetje een mix van dit ding en de Agera qua design. Dit is wel nice. Dit ding is ook zo lang trouwens, als je kijkt. $16,000. Lekker, lekker, lekker. We hebben nog wat dingen. Het zijn groene parts. Het zijn gele parts. Nice. Ik moet gelijk weer denken aan Las Venturas als ik hier ben. Dat was dan Las Vegas in GTA San Andreas. En omdat ik die recent eens nog gestreamd heb, is dat echt het enige waar ik aan kan denken als ik hier rondrij. Weet je wat we doen? We gaan hier naartoe. Dit is een street race. En dit is op Ace difficulty. Dan krijgen we nog een leuke strijd. Ik weet niet wat we kunnen pakken. Of beter gezegd, wat we willen pakken. Even kijken. We gaan voor nu op de Duitse Tour. En dan weet je wel, we pakken er eens een Audi bij. En niet zomaar een Audi. Dit is een RS5 met een gekke bodykit en al. Ik denk dat deze auto het wel moet kunnen. Ik vind hem ook zo vet in het paars, hè. Ik vind paars echt een Audi kleur. Misschien een beetje raar. Maar I like it. Nou, dit is in ieder geval een ace difficulty race. Dus dit wordt niet makkelijk. Oké, een gigantisch grote baan. Volgens mij was het een lap race. Dat ik zag. Het is alleen altijd lastig met deze game. Het geeft altijd percentages aan. Dus je weet nooit of het een lap race is. Maar ik ben er vrij zeker van wel. En we rijden al eerst. Wat is dit? Het zou komen door de Quattro. Dat zal het zijn. Kijk hoe die er nou al uitziet. Jesus. Ik heb nog bijna niks gedaan en hij is al helemaal kapot. Wat is dit? Rij ik al op het juiste niveau? Ik heb het idee dat wij... Nee. Iets klopt er niet. Volgens mij heb ik hem niet op eens gezet. Dat kan anders niet. Het is veel te makkelijk. Nee. Ik stop even. Iets klopt er niet. Hij stond letterlijk op ace. Hoe dan? Oké, poging nummer 2. Kom aan, Quattro. Laat zien wat je kan. Nee, dat deed je letterlijk net. Je liet gelijk zien wat je kan en ik kreeg gelijk eerste. Stop! Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat we in ieder geval niet crashen. En kijk maar gaan. Oh mijn god. Wat? Oh. Maar ja, crashen, dan... Dan is het gelijk zo lastig om weer terug te komen, natuurlijk. Oké, dit is volgens mij de beste streetcar in de game. Gewoon qua handling. Hij slipt totaal niet weg. Iets wat je bijvoorbeeld bij die R34 heel erg had. Ik weet niet wanneer dat was. Maar twee video's geleden of zo. De Crow video's geleden, moet ik zeggen. Dan hadden wij een keer een R34 en dat ding slipt zo bizar erg. Bijna een driftauto. Ik denk oprecht dat deze auto beter is dan mijn Hurricane. Wat moeilijk is om te geloven, maar het is toch echt zo. Qua snelheid zou ik het niet weten. Maar hij rijdt zo fijn, jongen. Holy hell. Dit is mijn nieuwe go-to auto, boys.
Nee, ik probeer sowieso altijd wel een beetje af te wisselen. Ik wil binnenkort eigenlijk een keer een race gaan doen met de spijker weer. Beetje Nederlandse trots. Ook al leuk. Zoals je nou dus kan zien, dit is inderdaad ook een lap race. We zijn al bezig met onze tweede lap. En ja, we hebben dit gewonnen. Er is niks wat nou nog fout kan gaan. Ik vind het echt raar, want normaal gezien dan zijn de... Hoe heet het ook weer? Normaal zijn die Ace races best wel lastig. Vooral dan met streetcars. Die redelijk goed aan elkaar gewaakt zijn. Heb ik het idee tenminste. Maar in dit geval is het echt een compleet andere league. Echt waar, dit was zo verschrikkelijk makkelijk. Deze race was eigenlijk makkelijker dan die normal difficulty race die we net deden met de Koenigsegg. Dat is wel heel apart, maar het is terecht zo. We kijken waarschijnlijk weer wat nieuwe parts. Oeh, een gele. Kijk eens aan. Dat is altijd leuk. Jezus. Ik wil nog even één ding checken en dan gaan we stoppen. Want ik weet niet of je het hoort, mijn hond begint te janken. Er is niemand thuis. Oh. Ik wilde kijken bij... Pilot was het volgens mij? Ja, ja, ja. En dan bij... Is het timeline? Ja, we hebben dus een vliegtuig unlocked. Niet het meest interessante voertuig, maar we hebben hem unlocked. En... Heb ik deze ook nog niet geclaimd? Jawel, die heb ik al geclaimd. Oh, ik heb ze allemaal geclaimd. Ik ben dom. We zijn... Ja, we zijn nou hier. We zijn bijna bij... Bij de Dakar-auto. Die wil ik echt heel erg graag hebben. Maar dat... Dat zal nog heel eventjes op zich laten wachten. Maar in ieder geval, ik ga hier de video weer beëindigen. We zitten bijna op 1 miljoen dollar. Dus we gaan de goede kant op. We zitten bijna op de helft. Van de twee. Dus we moeten nog wel even door. Maar voor dit een leuke video, laat sowieso een like achter. Abonneer even meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie heel snel weer terug. Dus tot dan. En houden we.